Yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en ik ben eindelijk terug met een nieuwe normale episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, dit is episode 20, wow, ik had nooit gedacht dat we al zover zouden zijn met deze serie in zo'n korte tijd. Ik heb een tijdje Ronald speelt Minecraft stil laten liggen, niet echt, ik heb wel veel zitten livestreamen. Ik heb 2 livestreams op mijn kanaal staan, die zijn allebei van Ronald speelt Minecraft, je moet ze echt allebei zien, ze zijn zo hilarisch. Dus er staat wel een link van de laatste livestream hier ergens onder in beeld of zo, weet ik veel. Maar vandaag ga ik met jullie delen wat voor loots ik allemaal heb verzameld de afgelopen paar dagen. Want ik ben de afgelopen paar dagen wel weer druk bezig met Ronald speelt Minecraft. Ik heb ook een soort van idee om dit met Jordi te gaan recorden. Dus laat even achter in de comments, willen jullie dat ik dit ga doen met Jordi? Of willen jullie gewoon dat het singleplayer blijft? Want wel, ik record al veel met Jordi en ik weet niet of jullie het leuk zouden vinden als het gewoon singleplayer blijft. I don't know. Ik ga binnenkort wel iets van een triple survival doen met Jeroen, Jordi en mijzelf. Dus en zeg gewoon als jullie willen dat Jordi hierbij komt, dan regel ik dat. Dus maar goed, ik denk niet dat ik dat voor alle episodes ga doen, misschien voor een paar episodes of zo, I don't know. Maar eens even kijken. Halleluja, oh je zit er niet in, oh, derp failure. Halleluja, halleluja. Jawel, dit is alles wat ik in die 2 livestreams zo grotendeels heb verzameld. Allemaal kabels die we nodig zullen hebben voor het huis. 19 gold ore, 1, 2, 3 stacks met iron ore, 14 iron ore extra en 1, 2, 3, 4... een halve stack met coal, een enchantment boek met efficiency 2, een enchantment boek met fire aspect 2, een boek met flame 1, een power 2 boek die dropt in een skeleton, 36 diamonds, ik haat wat diamonds, ik weet niet precies hoeveel, maar ik heb in ieder geval dik 25 diamonds gemijnd. En het was super fijn, want in de eerste livestream vond ik dit allemaal, maar toen in de tweede livestream, toen we weer de wereld wouden opstarten, had de server van Jordi de wereld compleet verminkt, hij had de wereld maar half opgeslagen, dus konden we weer alles gaan mijnen, maar ik had wel deze pickaxe met unbreaking 2, fortune 2, efficiency 2. Ik heb fortune 2 en efficiency 2 toegevonden in dungeons, ik heb toen 5 dungeons gevonden of zo. Daar haal ik ook al die enchantment books vandaan en al die mossy cobblestone. Dus toen kon ik nog extra diamonds gaan mijnen, want de map had dus een paar veins met diamonds gereset, dus kon ik extra diamonds mijnen. En echt super chill, dus ik ga by the way ook sharpness hierop zetten. Ik ga boogje regelen. Oh wacht, dit is nog zo'n lelijk oud boogje. Ik ga mijn boog regelen vandaag met flame 1 en power 2. Dan hebben we natuurlijk gewoon torches en rotsen in mijn inventory, pumpkin seeds, melon seeds en wat real en gewoon enderpearl en alles. Dus ja, wat ik eerst ga doen is ik ga maar even al die iron opsmelten. Ik neem even de kabel mee, want ik moet ook even de kabel opstoken. Oh, we hebben nog porkchops in zitten, oké. Okay. Even kijken. Op de bovenste furnace doen we dus alleen maar iron, want ik wil echt even al die iron hebben opgesmolten, want het is serieus. Oh my god, geen kool erin. Oké. 1, 2, 3, 4. Want omdat Jordi en alles hier nou in zaten, heb ik amper iron. Dus ik moest even wat opsmelten. Even kijken. Oké, ik zet dit even weer terug. Ik ga dit allemaal nog wel regelen. Oh my god, ik smelt ook even die gold ore op, want nou, dat kan nou gewoon. Even kijken. Zo. Even die gold ore in doen. Goed, wel. Nou, hoeveel zullen we ongeveer nodig hebben? Ik denk zoiets als dit. Ja, sure. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Oké, dat doen we gewoon zo. Boom. En boom, boom. En boom, boom. En boom, boom. En 1, 2, 3, 4. Boom. Zo, alles zit lekker te koken hier. Perfecta mundo. Even kijken. Dit kan dan wel weer terug. Ik heb nog wat pickaxes hier. Arrows kan ik wel bij me houden. Ik heb dit ook een beetje weer beter gemaakt. Hier is ook een puinhoop. Kijk, eten. Ik heb even wat eten gekookt. Zo. We gaan vandaag even farmen, by the way. Want wel, dat moet echt. Kijk, ik neem de lily pads mee. We gaan in de volgende episode, by the way, eerst verder met het dak. Want ik wil daar echt in gaan trekken. En daar gaan we, denk ik, in de episode daarop een pumpkin farm maken. Ja. Goed, even seeds meenemen. Sugarcane hebben we genoeg. Dus dat hoef ik niet te farmen. Mushroom farm ga ik ook een keer maken. Even kijken, ik heb niks aan mijn huis gedaan. Ik heb wel een bijna kapot diamond sword. Dus misschien, ik vind de Bane of Ultra Pots 2 wel een redelijk goed enchantment. Dus ja, misschien ga ik hem repareren.
Ik denk het eerlijk gezegd wel. Even kijken. Ik moet even kijken wat ik precies allemaal ga doen. Even kijken. Oh, wat is dit nou? Hallo, wat? Oké, okay, wat denken jullie wel niet? Oh, wat denken ze wel niet? Nou, thanks for the food. Dankjewel. Hoe komen ze? Springen ze? I don't even wanna know. Even kijken, lilypads. Oké, okay, die moet ik echt even gaan planten bij de sugarcane farm. Oké. Okay. En ja, jongens, dit is niet 1.5.2. Dit is nog steeds 1.5. Want wel, joh, die server is 1.5. Dus ja, dat was ook dat hele gezegd met die bucket. Want hij had een beta-versie van 1.2. Of ja, 5.2, lol. Dus ja, dat faalde echt enorm. De wereld zeeft het niet. Het was super gehandicapt. En wel, ik zet wel weer naar 1.2 wanneer we echt gaan exploren en zo. Want wel, ze hebben nu ook paden in Minecraft en alles. Dus ja, ik ga eigenlijk wachten totdat ze het allemaal gaan patchen. Want je kunt amper paden vinden nu in Minecraft. En dat is super jammer. Je kunt ook name tags vinden. Alleen in dungeons, die kun je niet meer zelf craften. Het scheelt dat ik aardig wat pickzadels heb. Want die kan ik gebruiken in... de Witcher Bacallard. Op paardjes. Het is gewoon allemaal erg falend allemaal. Het is allemaal super zeldzaam nou. Dus we moeten ja redelijk snel op zoek gaan naar een nieuw terrein. Dan moeten we met het mineshafts gaan zoeken. Dungeons gaan zoeken. Dus ja, ik doe nog even aardappel. Zo, en dan gaan we denk ik even naar de chickens. Chickens vormen. Want wel, ik heb geen eten meer. Want wel, Jordi is dood. Gaan we het allemaal eten. En oh mijn god, serieus. Kijk, het scheelt ook wel dat ik nou al van die armor heb en zo. Kijk, zo, als het goed is had hij zijn armor nog aan, dus... Ja, of het zit in ieder geval van die chest, weet ik het. Even kijken, zo. Oké, okay, nou, de farm is weer picobello in orde. Gaan we even naar de sugarcane farm, even de lilypads plaatsen, want dat moet echt even gebeuren. Want dat is gewoon een stuk makkelijker werk. Even kijken, kom op, kan dit? Haal ik dat? Nee, dat haal ik niet. Nee. Ah, kom daar. Verdorie, ik haal het, yes. Goed, wel. Nu gaan we even naar de chicken farm. Ik heb geen seeds, geweldig. Allemaal op de pap. Nou, eerst mijn seeds gaan halen dan. En dan gaan we daar maar eens naartoe. Maar ja, waar zal ik de pumpkin farm maken? Ik zit eraan te denken om hier te doen. Lijkt me wel grappig. Dus ja, let even achter de comments waar moet die pumpkin farm. Ik ga ook op zoek naar katjes. Dus ja, maar ik ga eerst de volgende episode... de huis afbouwen. Het dak afmaken van mijn huis. Goed zo. Alle iron is opgesmolten. Perfect. Daar moet ik even kijken hoeveel levels ik hiervan krijg. Pjoem. Zo. Dankesje. Zo. Kijk eens even. Nu hebben we alweer 3 stuks met iron. Gold. Oké. Okay, dat kan hier wel bij. Kijk eens even. Mooi zo. Nou. We hebben weer wortels. We hebben wiet. We hebben wat extra pork chops. We hebben extra aardappels. Zo, daar hebben we nog wat gekookte aardappels van. Even kijken, nou moet ik... ik heb mijn sheets nodig. Oké, want we gaan even naar de chicken farm. Doen we dat s'nachts? Nee, ik ga wel even slapen naar het huis. Even rennen. Nee. Oké, laat dat stom ding. Eens even kijken. Oh ja, by the way jongens, ik ga volgende week helemaal wijden aan de Bloodstone Fest 5 playthrough. Want ik wil de week daarop echt gaan, ja, verder gaan met de Pokémon playthrough. Want wel, het slaat gewoon helemaal nergens op. Ik zei wel dat ik de Bloodstone of het zwemgeven hoe snel mogelijk af wil hebben. Alleen ik verwaarloos het gewoon. En ja, ik ga er dus volgende week mee beginnen. Want ik heb deze week echt druk met andere video's recorden. En ik heb nog een hoop video's. En dit is by the way ja, het voorstuk van het dak. Ik had van plan om eerst even de eerste rand te maken. Maar dat red ik zelfs als niet eens. Dus heb ik besloten om eerst de cave systems te gaan. En toen had Jordi voor mij de livestream functie aangesteld. Want ik wist niet wat het moest. Dus ik ben nu echt YouTube-partner. Ik verdien volgens mij geen geld mee. Maar ja, oh hallo hondjes. Wat doen jullie hier nou? Oh my goodness. Dit mee en dit is voor rotzooi. Nou, dat laat ik hier wel gewoon even liggen. Spin, bait of otterpots. Oké, dat is handig. Maar ja, ik kan dus livestreamen. We gaan zo snel mogelijk achter nieuw internet aan, jongens. Sneller internet, 50 MB in plaats van 20. Dus daar moeten we nog even naar kijken. Maar ik heb afgesproken met mijn ouders dat we daar van het weekend naar gaan kijken. Van wat het allemaal inhoudt, hoeveel het allemaal kost en bladibladibladibla. En ik ga daar echt een keer bij episode 50 een jungle hutje opbouwen. Een huis of zo, weet ik veel. Ja, het lijkt me zo chill op dit gewoon... De hele ja, TF Shadow Games 23 door te laten gaan. Want wel, dit is mijn hoofdserie. En hierdoor ben ik redelijk groot geworden. Dus ja, eens even kijken. Nu gaan we even een kijkje nemen
hoe het hier gaat. Wat doet een kip en varkens? Wat? Oh mijn god, ik wil het niet weten. Ik ga gewoon eens naar de kipjes toe. Ik ga al die beesten nog wel een keer vormen off camera. Mijn god, even kijken. Hier zit ook een varken in volgens mij, of niet? Jawel, oh mijn god. En waarom is alle kip naar buiten? Wat is dit? Wat? Oh mijn god. Nou, kip. Kiep. Kom eens, kiep. Stomme big ook. Ga door, jij hoort hier niet. Nou, kiepjes. Oh, sorry, kiepje. Kiepje, kom. Kiepje, kiepjes. Zo, gaan allemaal met elkaar naar bed. Dan gaan ze allemaal babykipjes maken. Allemaal kuikentjes. Nou, gaan we kuikens maken dan. Wat is dat nou weer dan? Is er niemand meer die een baby wil? Hallo, jullie moeten seks hebben. Wat doen jullie nou dan? Snipe. Oké, okay. Nou ja, in ieder geval gaan we die koe maar eens verzamelen. Klinkt best wel vallen. Ja, dan gaan we die koe even verzamelen. Even kijken, oké. Okay. Zo. Nog een koe erachter, maar dat boeit me niet. Goed. Levert de baby's op. Godzidori. Nou, wat staat er nu op het lijstje? Rompidompidom. Oh ja, verder met het dak, hè. Ik ga wel een beetje alvast een begin maken met het dak. Maar niet echt major alles afmaken. Dat doe ik denk ik allemaal in de volgende episode. Daar gaan we de pumpkin farm maken. En die gaan we... ja, of hier. Of... ja, dit is wel een goede plek voor een pumpkin farm eigenlijk. Doen hem daar. En dan kan ik hier uiteindelijk nog iets van een cakehuisje gaan bouwen. Want ik wil echt iets van een leuk cakehuisje maken. Heb ik al een tijd niet gemaakt. Met cake en zo. En zo'n soort koffiehuis, zeg maar. Dus ja, even eten. Lang tijd dat ik porkchops heb gegeten in Minecraft. Mijn god, ik vergat alleen maar. Wat waren dat wortels en alles? Mijn god. Even kijken. We hebben beef, we hebben dit. We hebben allemaal sheets waar we allemaal niet nodig hebben. We hebben string. Nou, geef me die sheets even. Oké, okay, sheets. En wel leather, wat we ook niet nodig hebben op dit moment. Goed, wel. Ah, kijk, alles is klaar. Dat is mooi. Hup, hup, hup. En hup. En hup. En oké. Okay. Nou. Hey, hey, zo. Dat is dan 2 stacks met dat spul. En hartstikke flats. Oké. Okay. 3 stacks met van dat stone grub. Stone bricks, ja. Zo. So, oh mijn god. Ik heb meer nodig, denk ik. Ik weet het gewoon nou al. Oké. Nee. Wacht, waarom werkt dit niet? Oh. Nou, dit duurt lang. Oké, okay. Nou, boom, zo. Nou, laten we eerst dit maar doen. Dan, oh mijn god, ja, ik heb jeuk op mijn hoofd. Even kijken, zo. Als ik die muis niet in bedwang hou, dan speest hij hem helemaal. Goed, wel, dan gaan we maar eens verder aan het dak. En dan, wel, dan sluiten we de episode af. En dan ga ik in de volgende episode verder met het dak. En dan zo snel mogelijk het dak afmaken. En dan eindelijk verder met pumpkin farm. En als we die pumpkin farm klaar hebben, dan gaan we met een melon farm bezig. Nee, eerst een melon farm, dan pumpkin farm. En dan gaan we beginnen aan project Nether. Jawel, jawel. Dus ja. Goed, wel eerst hier weer verder dan dus. Even kijken, kan ik een beetje gaan kletsen met jullie over de rotzooi. Ik ga beginnen dus... ik ga ja, redelijk snel, ik denk ergens komende maand nog, beginnen met de Skyrim playthrough op Dit is een Gaming kanaal. Dus ja, ik film op dit moment heel veel Minecraft minigames en zo. Ik heb het erg druk met video's en zo. Dus... ja, ik doe wel mijn best om zo snel mogelijk de Witch of Color playthrough af te maken. De Blue Star Defense 5, dan kunnen we met de Pokémon playthrough gaan beginnen. En als die 10 likes heeft, dan... oh mijn god. Dan komt daar weer een volgende episode van. En wel, ik hoop dat het redelijk populair is. Want wel, dan kan ik tenminste daar weer verder. En dit heb ik fout gedaan. Because I'm good like that. Oh mijn god, ik heb het helemaal fout gedaan. Minecraft activate. Dus jullie even een heel raar beeld. Oké, zo. Nou is het weer terug. Zo. Oké. Ja, ik moet even kijken hoe ik het nou precies had gemaakt. Even kijken. Singleplay 1.5. Met woonachtig Minecraft huis. Even kijken, hoe zat dit? Had ik dit? Oké, dat was... dat was helemaal zo. En alleen dat voorstuk... en dat zijstuk had dat niet. Oké. Dus, even kijken. Dit heb ik goed gedaan en dit heb ik ook goed gedaan. Oké, de rest moet wel gewoon zo dat het erop komt. Dus, ja. Oké.
Oh, shit. Dat is niet lief. Kan ik hier niet ergens naar binnen? Nee. Geweldig. Nou, deur weer dicht doen. Zo, weer naar boven toe. Toch, hoe zat dat nou? Nou, dat was gewoon zo. Oké. Okay. Oh mijn god, zoveel ruis in dat headset. Niet normaal. Ik ga echt, denk ik, die computer maar eens aarden. Want dat is serieus gewoon niet normaal. Hup en hup en hup en just keep jumping, just keep jumping. Zo. En ik post dus ook heel veel Minecraft minigames, de walls en alles. Dus ja, maar ik ga ook weer beginnen aan mijn single player shizzle. Dus ja. Even kijken. Oh. Even kijken, dat stond allemaal anders. Ja, zo stond het. Oké. Wel, dat is dan de eerste rij. En de tweede rij, dat was er gewoon allemaal boven, of niet? Ja, sure, dat moest allemaal gewoon boven. Kijk, hebben wij niet iets? Ja, sure, doe het zo. Moet toch uiteindelijk weg. Zo en zo. Maar jongens, even kijken. Waar zal ik eens over gaan kletsen? De Durpsoe, daar begin ik dus weer mee. Ik heb daar al nog een paar episodes van klaar liggen. Dus die ga ik regelmatig uploaden vanaf nu. Laten we maar gewoon ophouden. Ik probeer mijn best te doen om zoveel mogelijk variety op mijn kanaal te posten. Minecraft minigames, Minecraft singleplayer, normale games en zo. Call of Duty ga ik mee verder natuurlijk. Ik zit eraan te denken om even die NBA 3 Survival serie misschien uit te stellen. Of misschien de Skyrim playthrough wat uit te stellen. Ik weet het niet. Maar het zijn eigenlijk op dit moment wel redelijk veel series. Dus ik moet nog even kijken wat ik er precies allemaal mee wil. Even weer kijken hoor. Kijk, dit bedoel ik dus al. Dat ging dan zo en dat moest... Oh, what the hell. Oké, dan. Wacht, stond dat daar op? Ach, laat mij naar binnen, zo. Zit ik hier weer in? Oh mijn god, is die weer fucking donker. Licht. Nu zie ik tenminste wat. Oh mijn god, wat is dit in godsnaam? Oké. Juist. Juist. Oké, ik kan hier niet vliegen. Verdorie. Ik ben ook echt weer zo'n Minecraft Pro, hè. Nou, de nu niet afflikkeren, Ronald. Even kijken, dit was... Zo was het, ja. Okay. Nou, wat is het nou weer dan? Hallo, wat is het nou? Oh, wacht, hier moet ik opstaan. Lol. Nee, dat is ondersteboven, man. Dat is niet wat ik wil. Ja, kijk. Enkelen. Oké. Hetzelfde geldt voor daar. Goed. Nou, en nu? Oké, dan moet ik eerst die dingen gaan maken, hè? Ja, dat dacht ik dus. Het zijn torentjes die hier komen, by the way. Het is het moeilijkste gedeelte van het hele huis. Want eigenlijk is het gewoon dan niks anders straks dan gewoon random. Omhoog bouwen. Hè? Hè? Heb ik het? Oh. Blokkets. Za en za en yo. Oké, hoe zat dit? Ja, je zit gewoon. Oké, dan hebben we dat en. Ja, dat is gewoon een aparte blok. Oké, dit volg ik even niet meer hoor. Ik moet even naar wat kijken. Ja, dit is gewoon dat hoor. Dat is niet lager, maar waarom is dit dan zo vermengd? Even kijken. Oké, wel, we hebben dit stuk. Dan hebben we dat stuk. En, oh, dat gaat niet door. Oh, oké. Dat is los van elkaar. Oké, ik zie het.
Zo moet het. Ja, oké. Zijn we wakker. Nu dat stuk even bekijken. Dit is wel dan oneven, maar whatever. Zie ik nou. Maar dat maakt niet uit. Ja, zelf aan die kant dan. Oh, wacht. Ja, dat is gewoon... Nee, ik wil dit weten. Ja, dit is gewoon... Dit zit gewoon dan... Oké, nou wacht eens even. Want nu zie ik... God, een ondertje. Nou, dat was altijd alles stairs dan. Ja, dit is echt even lastig kijken hoor. Dat is wel handig, dat stukje daar. Ja, dan volg ik het zelf ook niet meer, dit. Oké. Ik heb geen hout. Nou, dan maak ik even beneden stairs. Dit is een beetje een lange episode, jongens. Maar ik wil even dat stukje daar af hebben. Omdat het gewoon een stuk makkelijker is voor mij. Zo. Daar moeten we wel een eind mee komen, denk ik. Sorry voor mijn gebrek aan combat op dit moment, maar ik zit erg te denken. Nou. Dit stuk, dat klopt niet. Dit is open. Even kijken. Ja. Ja. Nou is het dus een kwestie van invullen, hè. Dat weg. Zo. En wat had ik er bovenop zitten? Half slaps. Oké, die heb ik nu niet. Als het dak er helemaal op zit, dan moet ik nog half weg gaan halen, want er komen van die pilaren in en zo. Dus ja, maar ik zal wel weer meer moeten koken voor de volgende keer. Oké, kijk. En nu kunnen we gewoon in principe het dak verder. Dus wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het even hierbij laten voor vandaag. Als je meer Ronald speelt Minecraft wil zien, dan 20 duimpjes. Dan komt er zo snel mogelijk een nieuwe episode. Dat ga ik doen vanaf nu, want... anders is het gewoon geen houden meer aan. Jullie willen alleen maar Ronald speelt Minecraft. Dus ja, 20 duimpjes dan een volgende episode van Ronald speelt Minecraft. Jullie kunnen het makkelijk halen. Dus ja, 20 duimpjes. En wel, dan zie ik jullie... de volgende keer weer bij meer Ronald speelt Minecraft. En de sheet staat by the way hieronder in de beschrijving. Dus ja, later mensen. Om nom 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 nom.